Mijn naam is Martin Teunissen. Ik ben manager manufacturing bij MOBA hier in Barneveld. Wat wij hier bij MOBA maken zijn eiersorteermachines die wij verkopen over de hele wereld. Onze machines die verwerken zo'n 250.000 eieren per uur, van het sorteren tot en met het verpakken. Onze kracht ligt in het behandelen van het ei op een zo efficiënt, snel mogelijke manier, om ze dus op die manier in het doosje te verpakken. Hier bij MOBA hebben we onze eigen manufacturing, waar we dus alle roestvrijstalen onderdelen in plaatwerk en constructiedelen zelf snijden. Omdat wij onze klanten willen bedienen met mooi afgerond plaatwerk, richtingloos, willen wij daar een goede machine hebben. Wij hebben voor de TimeSaver machines gekozen door een geweldige afronding. Ook het richtingloze afwerken van het plaatwerk was een pre. We hebben deze machines zo opgesteld om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Je hebt een continu proces waarin producten door de lijn getrokken worden. Je hoeft dus niet meer van achter de machine naar voor de machine je producten terug te brengen. Je kunt dat in één lijn doorvoeren. In 2009 heeft TimeSavers op onze klantwens ingespeeld. Wij hebben de vraag gesteld, wij willen meer afronding. De vertegenwoordiger heeft daarin meegedacht en de engineering bij TimeSavers heeft dat opgepakt. En dat heeft dus geresultaat in deze twee nieuwe machines. Ik ben Harry van Beet. Ik werk bij de MOBA. Ik ben operator van de TimeSaver machine van de RB-serie. Met de eerste machine doen wij de onderkant schuren, midden in drijven. Met de tweede machine doen wij de bovenkant schuren. We proberen 8 uur per dag te draaien met beide machines. Ik ben heel tevreden met TimeSavers. Deze werkt perfect. De fijnste machine die ik tot nu toe heb gehad. De standtijden van de borstels zijn voor ons heel belangrijk. Wat kostte een machineuur? In het verleden, omdat wij die eerste twee machines aangeschaft hadden, was dat voor ons ook niet helemaal duidelijk. En was ik al heel tevreden met 1000 machineuren per borstelzet. Uiteindelijk werd dat 3400 uur. Transportbanden, waarvan wij dachten dat die elke paar jaar wel vervangen zouden moeten worden, liggen er nu nog steeds op. Zelfs na 12 jaar. Wij kijken in de toekomst kijken wij natuurlijk ook weer naar het vervolg in de innovaties bij TimeSavers en gaan daar zeker ook weer mee aan de gang.